boosheid en armoede. Enkele maanden geleden hebben de gemeenteraad, de wethouders en ik gekookt en gegeten met statushouders uit onze gemeente. Mensen die de afgelopen jaren in de verschillende kernen in onze gemeente zijn komen wonen. Mensen die weliswaar een heel andere geschiedenis en culturele achtergrond hebben dan u en ik, maar die in de basis precies dezelfde behoeften hebben als wij. Een veilig thuis, een vertrouwde omgeving, een warme deken, een sociaal netwerk. Net als u en ik willen ze onderdeel zijn van een gemeenschap, onze gemeenschap. En dat is meer dan alleen ergens wonen. Het is je thuis voelen, je geaccepteerd weten als onderdeel van een groep. Dit jaar ga ik verschillende statushouders opzoeken om met hen actief in gesprek te gaan en de verbinding te zoeken. En mijn ontmoetingen zal ik graag met u gaan delen. Wat onbekend maakt immers ook onbemind. En zo krijgen ook deze mensen, als het goed is, voor u allen een naam en een gezicht. Want natuurlijk zijn er instanties die hen helpen en ondersteunen. Maar net als voor u en mij is contact van mens tot mens, een sociaal netwerk, veel belangrijker. Want voordat we patiënt zijn of cliënt zijn, zijn we allereerst toch mens. En zoeken we de medemens. En de behoefte van deze nieuwe Bergendallers om ergens bij te mogen horen, die kunnen we ons goed voorstellen. Ook zelf kennen we die behoefte. Zeker waar het in de grote wereld vaak zo guur is. In Nederland en daarbuiten lijkt de samenhang steeds meer zoek te raken. Althans, zo lijkt het vaak. De solidariteit tussen arm en rijk staat onder druk. De verschillen vergroten, maar ook tussen zieken en gezonden. Net als die tussen hoog en laag opgeleiden. De Zwarte Pieten-discussie, internationale spanningen, de Verenigde Staten onder Trump, Rusland, Noord-Korea, de Brexit, de voortgaande vluchtelingencrisis. Ongenoegen en angst nemen toe. En het wij-zij-denken lijkt het te winnen